En dan nu... Hallo kijkers. Zaterdag 30 oktober was de open dag van de bloedbank in Nijmegen en in 3 andere steden in Nederland. Toen ik in 1978 in deze stad kwam studeren, werd er tijdens de introductiedagen van de universiteit een donoroproep gedaan. Ik besloot bloed af te staan. Ik heb 10 jaar bloed mogen geven, totdat ik in 1988 een vriendje kreeg en op de vragenlijst moest invullen dat ik seksueel contact had met een man. En toen mocht ik geen bloed meer geven, want aids kwam onder homo's voor en dat was een risicogroep. Toen dachten ze dat en ik kon ze geen ongelijk geven. Toen. Nu zijn we 20 jaar verder. Aids, dat wil zeggen een HIV-besmetting, komt ook veel voor bij hetero's. Het gaat niet om de seks, het gaat om de onbeschermde contacten. Als je als heteroman elke maand een nieuwe vriendin hebt, kraaien ze daar bij de bloedbank niet naar. Andersom geldt dat ook voor hetero-vrouwen. Alle bloeddonaties worden op HIV getest. Heterodonoren krijgen elke keer een AIDS-test als ze bloed gaan geven. Vreemd dat ze dan toch nog homobloed weigeren. In Zweden, Spanje en Italië mogen homo's gewoon donor zijn. In Nederland discrimineert Sanquin nog steeds. Ik wou dat ik een zeldzamere bloedgroep had dan O-positief. Dan hadden ze me allang gevraagd, homo of niet. Ik ben niet naar de open dag geweest. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende week.